gaat tegenmaatregelen komen. Dit gaat niet zo blijven. En ik kan u zeggen, ik heb geen enkel respect voor de wijze hoe deze man is opgekomen voor het belang, het Surinaams belang. En daarom weet ik niet wat die regering gaat doen. Maar ik til erg zwaar aan wat er zich daar heeft voltrokken. En aangezien ik ook niet van plan ben meer om opdrachten van dit soort jokers aan te nemen, die de waardigheid van onze natie te grabbel gooien, kan ik u zeggen dat ik per heden mijn functie als bevelhebber van de Nationale Liga neerleg. En uiteraard gaat dit nog een staartje hebben. Landgenoten, naar aanleiding van de ontstane situatie in het land heeft de leiding van het Nationaal Leger per heden 24 december om 22.30 uur de regeermacht in de Republiek Suriname overgenomen. Dag dames en heren, goedenavond en welkom bij deze extra aflevering van Achter het Nieuws. Het is u niet ontgaan, de Surinaamse legerleiding heeft vannacht de macht gegrepen in Suriname. Daarom een extra uitzending met achtergronden en reportages. Vlak voor deze uitzending had ik via de satelliet een gesprek met de nieuwe machthebber in Suriname, dat is de heer Graanoogst. Om te beginnen vroeg ik hem of Suriname nu weer helemaal terug is bij een ouderwets generaalsregime. Ach, een regering afgezet die democratisch gekozen is. Ik geloof dat binnen democratische structuren ook moet gelden dat de samenleving er beter van moet worden. Wanneer de militairen gisteravond om 10:30 s'avonds de macht, de regeermacht, wederom hebben overgenomen, dan is het zuiver en alleen maar om de Nationale Assemblée wederom in de gelegenheid te stellen het proces opnieuw op te starten, waardoor wij wederom een kans scheppen voor de Surinaamse samenleving om een betere regering te kiezen die wel inhoud kan geven aan waarachtige democratische structuren. Maar ja, in de regel is het toch zo dat of er nieuwe verkiezingen komen, dat wordt bepaald door een regering zelf en niet door het leger, hè? Dat klopt. Het Nationaal Leger vanuit de taken in de grondwet heeft ook wel een taak dat zij erop moet toezien dat de democratische rechten van de Surinaamse burger in die zin uitgeoefend moeten worden. De mogelijkheid moet bestaan dat ze uitgeoefend moeten kunnen worden. De conclusie die ik meen de hele samenleving hier reeds getrokken heeft, is dat zij niet aan bod kwamen. Meneer Graanoogst, met alle respect voor u als nieuwe machthebber, maar Desi Bouterse is toch gewoon de grote man achter deze coup? Ik zou daar niet zo zeker van zijn. Desi Bouterse is een man en ik geloof dat het Surinaamse volk dat beter kan waarderen en kan beoordelen. Is de man die toch wel getoond heeft in de afgelopen 10 jaar zijn hart op de juiste plaats te hebben. De belangen van het Surinaamse volk en de belangen van Suriname op een correcte manier wenst en wil behartigen. Maar hij is toch ook de man achter deze staatsgreep? Dat geloof ik niet. Het Nationaal Leger heeft vanuit haar structuren aangedrongen op verandering, heeft een motie ingediend waar de voormalige bevelhebber Desi Bouterse helemaal niet bij betrokken was. Integendeel, ik geloof dat het Nationaal Leger als ondersteuning van de actie van de bevelhebber, de voormalige bevelhebber Bouterse, gekomen is tot deze daad. Ja, dus Bouterse die zit thuis en bemoeit zich nergens mee? Bouterse zit thuis en als echte Surinamer levert hij daar waar nodig zijn bijdrage. Ja. Wat gebeurt er nu met de politieke leiders die u heeft afgezet? Zitten die ook thuis en bemoeien zich nergens mee? De politieke leiders zijn thuis. We hebben ze gisteren gevraagd om thuis te zijn en af te wachten. Is dat huisarrest? Is dat hetzelfde? Nee, dat is geen huisarrest. De heren mogen gaan en staan waar ze willen. U heeft hun telefoonnummer, u kunt ze bellen. Mogen de oude politieke partijen en de oude politieke leiders wel weer meedoen aan die verkiezingen die u binnen 100 dagen gaat uitschrijven?
En ieder zoals vastgelegd in de grondwet van de Republiek Suriname zal mogen meedoen aan de verkiezingen. Ja. U heeft misschien gehoord dat de Nederlandse regering vrij heftig heeft gereageerd. Ze vinden het volkomen verkeerd wat u gedaan heeft. En mocht er geweld worden gebruikt tegen een inwoner van Nederland die in Suriname zit, of ook tegen Surinamers zelf, dan zullen ze het buitengewoon hoog opnemen. Verder is gedreigd met het stopzetten van de ontwikkelingssamenwerking. Wat is daarop uw reactie? Ach, meneer De Wit, de kraan kan volgens mij niet dichter. Ik geloof dat de Nederlandse overheid nu toch wel eens een keertje Suriname moet behandelen als een waardige partner. Dat Nederland niet kan blijven dicteren wat er moet gebeuren in Suriname. In 1975 zijn er afspraken gemaakt. Er zijn regels gemaakt die zouden gelden voor de afspraken. De Nederlandse overheid is de overheid, is de instantie die eenzijdig deze regels overboord gooit. En het is de Nederlandse overheid die nu komt met een verontwaardigde blik. Ik geloof ja, hoe zou ik het moeten zeggen? Ik had beter verwacht van Nederland. Dat meent u toch niet? U kunt toch niet verwachten? Ik had echt verwacht van Nederland dat ze zich op een realistische manier zouden opstellen naar Suriname toe. Te meer daar er zeker 200.000 en meer Surinamers in Nederland wonen, die toch wel hun banden niet verloren hebben met Suriname. En dat ze een correcte houding zouden nemen ten opzichte van de Surinaamse overheid. Maar meneer Graanhoogt, u had toch niet werkelijk verwacht van de Nederlandse regering dat wanneer een legerleiding de macht overneemt van een democratisch gekozen regering, dat u dan steun zou krijgen? In 1980 hebben we de steun gekregen, dus het is niet aan ons om dualistisch te zijn. Ik geloof dat de Nederlandse overheid zelf hierover zal moeten oordelen. Maar bent u niet bang dat u nu wel weer voor jaren steun van Nederland kunt vergeten? Meneer De Wit, Nederland heeft reeds, om precies te zijn, om exact te zijn, vanaf midden tot eind 1981 eigenlijk de kraan voor Suriname al langzaam dichtgedraaid. Ik geloof dat als ze de kraan nu nog dichter draaien, dat de kraan dol gedraaid zal worden. Dus het maakt u eigenlijk niks uit wat Nederland ervan vindt? Ik geloof het niet. Ik geloof dat het Surinaamse volk nu toch wel een keertje moet weten wat ze aan de Nederlanders hebben en daaruit kracht moet putten om door te kunnen gaan, om op eigen benen te kunnen staan en niet iedere keer weer naar de smoesjes van de Nederlandse overheid zal moeten luisteren. Kunt u garanderen dat er geen geweld gebruikt wordt de komende tijd? Die garantie kan ik u geven. Ik bedoel, als ik aan het Surinaamse volk heb gegarandeerd dat wij hier orde, rust en de garantie voor veiligheid geven, dan geloof ik dat dat voldoende is. Meneer Graanhoogt, heeft u tot slot nog een mededeling voor al die Surinamers die in Nederland wonen? Ja, dat ze proberen het contact met hun thuishaven warm te houden. Dat ze proberen niet op geruchten af te gaan, maar proberen achter de echte feiten te komen, zodat zij ook vanuit Nederland een positieve bijdrage kunnen leveren door op hun manier naar de Nederlandse overheid toe openingen te creëren en ook naar Suriname toe een bijdrage kunnen leveren. Ik heb toch nog een vraag. Als er een nieuw zakenkabinet komt, zoals dat is voorgesteld, een nationaal kabinet, wie zal daar de leiding van hebben? Ik neem aan dat volgens de grondwet dat een president zal zijn. En aan wie denkt u? Daar hebben wij ons nog niet over uitgesproken. Zal die Bouterse heten? Ik wil geen vragen meer beantwoorden met de naam Bouterse. Ik geloof dat u nogmaals te veel focust op Bouterse en u moet focussen, zonder u te willen voorlezen als pers wat u moet doen, op de realiteit van Suriname. Dus de nieuwe president, u weet nog niet hoe die heet? Dat klopt. Dank u wel voor uw toelichting, meneer Graanhoogt. Goed, dat was meneer Graanhoogt kort voor deze uitzending. We praten in deze uitzending onder meer met drie gasten. Om te beginnen namens de Liga van Surinaamse Patriotten. Dat is een club die steun verleent aan Bouterse. De heer Sporksleden. Meneer Sporksleden, u heeft de heer Graanhoogt gezien. Is hij eigenlijk een krachtfiguur of is hij gewoon maar een marionet van Bouterse? Nee, ik denk het wel. Ik denk dat hij in de afgelopen jaren ook geleerd heeft. En dat hij dus wel capabel is om, ik denk, een nieuwe kabinet te installeren. Ja, bent u blij met deze coup?
Ik had het liever niet. Ik had liever dat de regering gewoon zelf was opgestapt. Na die 3 jaar dat ze er puin van hebben gemaakt. Maar daar het zo heeft plaatsgevonden, ja, we hebben er allemaal op zitten wachten. Het zou eraan komen, ja. Het werd tijd. Het werd tijd. En ik ben blij dat het zonder bloedvergieten is verlopen. Onze tweede gast is de voormalig hoofdredacteur van De Vrije Stem. Dat was een Surinaamse krant, lang geleden. De heer Leon Narens, tegenstander van Bouterse. Bent u blij met deze coup? Nou, de coup brengt in elk geval helderheid. Het is altijd zo geweest dat er zogenaamd een democratisch regime was vanaf 1987, maar dat was helemaal niet het geval. Meneer Bouterse was toch de man die dicteerde wat er moest gebeuren. En als het enigszins kon, dan haalde hij de regering onderuit. Dus die burgerregering heeft in feite met Bouterse als waakhond nooit een kans gehad. Ja, maar er is weliswaar helderheid, maar toch is Bouterse nu de sterke man, lijkt mij. Nou, hij was altijd. Hij is vanaf 25 februari 1980 de sterke man. Ja. En dat blijft zo nu, denk ik? Ik denk dat het zo blijft. Ook al zouden we verkiezingen krijgen over 3 maanden, zoals hij zegt, dan zullen het geen verkiezingen zijn zoals ze geweest zijn in 1987. Dan worden het vervalste verkiezingen die hij gaat winnen. Goed, daar gaan we straks verder over praten. Namens de Nederlandse politiek is hier de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Dat is de heer Frits Bolkestein. Meneer Bolkestein, nou, u heeft naar meneer Graanhoff gekeken. Wat is uw reactie? Het is het gewone verhaal. Het is het gewone verhaal wat je hoort van militairen na een staatsgreep. En ik vind het erg ongeloofwaardig. Het gaat om de macht. Dit is een stap terug. De weg leidt naar niets, naar meer chaos. Zo kan het niet. Denkt u dat de heer Graanhoff de echte nieuwe leider is? Dat kan ik niet bekijken. Dat weet ik niet. Maar of hij het nu is, of Bouterse, of een derde, dat is niet relevant. Dit is een stap de verkeerde weg. En ik vrees dat hier niets goeds van komt. Goed. Goed, we gaan het even hebben over de man die als een rode draad loopt door de jongste geschiedenis van Suriname. Dat is Desi Bouterse. November 1975. De Nederlandse minister-president Den Uyl arriveert op vliegveld Zanderij bij Paramaribo om de feestelijkheden rond de onafhankelijkheid van Suriname bij te wonen. Maar de blijdschap is van korte duur. De politici die de onafhankelijkheid vorm moeten geven, kunnen hun taak niet aan. Ze vervallen al snel in corruptie en machteloosheid. Op 25 februari 1980, nauwelijks 5 jaar na de onafhankelijkheid, heeft een groep jonge militairen genoeg van de chaos. Onder leiding van sergeant Desi Bouterse grijpen ze de macht. We hebben dus besloten om hard op te treden. De bevolking reageert in eerste instantie instemmend. De avondklok is goed, meneer. Dat is heel goed. Om 10 uur naar bed. Dat is voldoende. Dan ben je morgenochtend fris om fris weer aan het werk te gaan. Maar al snel blijkt dat Bouterse uit is op absolute macht. Als de protesten daartegen te luid worden, grijpt hij meedogenloos in. Op beschuldiging van een poging tot staatsgreep laat Bouterse tientallen vooraanstaande Surinamers oppakken. Landgenoten, vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan, vroegtijdig kunnen verijdelen. In de nacht van 8 op 9 december 1982 worden 15 Surinamers bij dit cellencomplex in koele bloeden doodgeschoten. Naar aanleiding van de executies besluit Nederland de ontwikkelingshulp op te schorten. De economie van het land raakt volledig in het slop. In 1986 krijgt Bouterse er nog een probleem bij. Het Jungle Commando onder leiding van Ronnie Brunswijk begint een guerrilla-oorlog tegen Bouterse. In het jaar daarna wordt de druk op het militair bewind zo groot dat Bouterse moet besluiten tot vrije verkiezingen. Wat zeker is en wat reeds aangenomen is door alle partners, dat is dat elk orgaan ondergeschikt zal zijn aan de volksvertegenwoordiging. Dus uitzag, uiteraard. De verkiezingen verlopen voor Bouterse rampzalig. Zijn partij wordt verpletterd door de oude politieke partijen. De nieuwe president heet Ramsewak Shankar. Even lijkt het erop dat er rust komt in het land. Bouterse accepteert het gezag van Shankar. En in het binnenland voert hij vredesbesprekingen met zijn oude rivaal Ronnie Brunswijk. Diezelfde Brunswijk brengt een half jaar later een bezoek aan het Haagse Binnenhof. Hij wordt daar door Nederlandse politici meer dan hartelijk ontvangen. Desi Bouterse valt een heel andere ontvangst ten deel. De afgelopen week wordt hem tot 3 maal toe de toegang tot ons land ontzegd.
Boutersen mag zelfs niet met de pers praten. President Shankar protesteert volgens hem onvoldoende tegen deze in zijn ogen vernederende behandeling. Terug in Paramaribo treedt Boutersen af als bevelhebber en zinspeelt hij openlijk op de gevolgen. En uiteraard gaat dit nog een staartje hebben. En dat staartje, dat had het. Meneer Leonarens, we zagen net ook even Ronnie Brunswijk van het Jungle Commando. We hebben de hele dag eigenlijk niet gehoord hoe hij gereageerd heeft. Weet u dat? Ja, ik heb onder andere met de heer Dap gesproken. En de heer Dap heeft zelf op de radio gesproken vandaag. En het is heel duidelijk dat deze staatsgreep wordt betreurd door het Jungle Commando. En de kans is zelf groot dat het Jungle Commando weer naar de wapens zal grijpen. Want verzoening onder de huidige omstandigheden ziet het Jungle Commando niet zitten. De hele lijn van Boutersen is dat zijn opkomst Suriname de situatie in het land niet beter heeft gemaakt. En in plaats van de regering weg had natuurlijk ook de figuur Boutersen eens kunnen verdwijnen. Het militaire en de politiek die brengen alleen maar ellende, waar ook ter wereld. Er is nergens ooit dat je aanwijsbaar kan aantonen dat militairen en de politiek iets goeds hebben gebracht. Maar hoe zou meneer Bolkestein Boutersen kunnen verdwijnen? Nou, dat kan Nederland natuurlijk niet doen. Ik ben het volstrekt eens dat militair en de politiek alleen maar een ramp veroorzaken. En ik vind het ook een buitengewoon slechte ontwikkeling. Kijk, Suriname is natuurlijk een blijft onafhankelijk, heeft de soevereiniteit. En dat is nu eenmaal zo. Dus wij kunnen alleen maar op verzoek handelen. Maar stel nou dat meneer Shankar, die nu net is afgezet, dat hij morgen premier Lubbers belt en zegt, luister Ruud, hoewel ik ben niet zeker of ik titueert, ik ben door het leger afgezet, kom mij helpen. Wat moet Nederland dan doen? Nou, ik vind niet dat we troepen kunnen sturen of iets dergelijks. Dan zou het toch in eerste instantie moeten gaan via de Verenigde Naties of iets dergelijks. En die hebben wel iets anders aan hun hoofd? Die hebben allerlei problemen aan hun hoofd. En Suriname zal niet het grootste probleem zijn. Dus wij kunnen zelf natuurlijk niet zonder meer ingrijpen. Dat zou ook heel verkeerd zijn. Maar je moet je wel afvragen of de weg die we tot nog toe hebben gevolgd de juiste weg is. En of het niet tijd wordt voor een andere benadering. Zoals? Nou, je zou je kunnen indenken dat wanneer er na verkiezingen, die dan fatsoenlijke verkiezingen moeten zijn, wanneer er een legitieme regering komt in Suriname, die een verzoek richt tot de Nederlandse regering om duurzame bijstand bij bestuur en bij rechtspraak, of wij daar niet op in zouden moeten gaan. Maar nogmaals, is het niet heel erg onwaarschijnlijk dat deze legerleiding zo'n regering zou kiezen die hulp aan Nederland op dat punt gaat vragen? Ja. Dat is op dit ogenblik onwaarschijnlijk, maar ik geef de hoop niet op dat er toch niet in de toekomst een regering in Suriname komt die wel wordt gesteund door de bevolking en die een dergelijk verzoek richt tot ons. Want wij hebben natuurlijk een belangrijke band met Suriname. We kunnen niet zomaar doen alsof het een willekeurig ander land is en onze handen in onschuld wassen. Ja, wat moet Nederland volgens u doen? Nederland moet gewoon Suriname met rust laten. Met rust laten? Ja. Dat Suriname nu zijn eigen boontjes dopt. En dat zullen ze ook wel doen. En ik ben ervan overtuigd dat deze stap die het leger gezet heeft, dat het een betere stap zal zijn dan de jaren 80. Maar met rust laten betekent ook afzien van ontwikkelingsgelden waar Suriname recht op meent te hebben. Ach ja, kijk, de heer Grano zei het al. De kraan kan niet dichter. In Nederland wil al lang niks meer geven. Hm. En het heeft, of ze nou een gekozen regering hebben of geen gekozen regering, ze waren ermee bezig. De regering kon niet komen met het meerderjaren ontwikkelingsplan. Dan hebben ze 3 jaar zijn ze eraan mee bezig. Ze kunnen er nog niet mee komen. Het land verpaupert. Want iedereen had gedacht dat de kraan zou opengaan. Het is niet opengegaan. Men krapeert nog steeds in ziekenhuizen. Ja? Dus ik denk dat het niet slechter kan. Meneer Leonarens, ik denk dat uw collega daar een beetje gelijk in heeft. Iedereen was erover eens dat deze regering het land nou niet bepaald die welvaart heeft gebracht, waarvan het misschien verwachting had gewekt. Kijkt u naar Peru, naar Uruguay, naar Argentinië, naar Brazilië. De puinhoop die militairen achterlaten. Denkt u dat welke regering ook in staat zal zijn om in 3 jaar deze puinhoop te herstellen, weg te maken? Nou, dat is uitgesloten. Ik dacht dat die puinhoop al vanaf na 75 was. Nee, die puinhoop is in 80 ontstaan. Want toen, maar bedoelt u dat de regering meer tijd had moeten hebben? Ja, niet alleen meer tijd. De hete adem in de nek van de regering moest er niet zijn. De regering werd voortdurend onderuit gehaald door Boutersen. Maar hoe neemt als voorbeeld het Kourou-akkoord. Het Kourou-akkoord, dat is het akkoord dat door Brunswijk en de regering gesloten is onder toezicht, onder begeleiding van de Franse regering. Ja.
Kourou, dat is het, de lanceerbasis van Frankrijk en de Franse Guyana. Ja. Iedereen was het erover eens dat het Kourou-akkoord een goed akkoord is. Alleen meneer Bouters was tegen. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft indianen gemobiliseerd die misdaden gepleegd hebben op een verschrikkelijke manier. Maar hoe u wil van Bouters af, dat is duidelijk. Ja, hoe zou dat dan moeten volgens mij? Laat mij u een paar voorbeelden geven, want ik ben het ook niet eens met de heer Bolkestein. Hoe is Noriega weggegaan uit Panama? Hoe is Marcos weggegaan uit de Filipijnen? Door hulp van Amerika. Ja, hoe is er orde op zaken gesteld in Grenada? Door hulp van Amerika. Hoe denkt u dat baby Doc is verdwenen uit Haiti? Door hulp van Amerika. Juist! Dus u vindt dat er hulp van Amerika moet komen? Nee, ik vind dat er hulp van... Nee, wij hebben nooit de banden gehad met Amerika die wij hebben uit Nederland. En een ander feit is, dat wil ik ook nog zeggen, Nederland heeft consequent geweigerd in de afgelopen jaren vanaf 1980... de tegenstanders van Boutersen in dit land op welke wijze dan ook steun te verlenen. Ja. Op geen enkele wijze, de Nederlandse regering was te voortdurend haar handen in onschuld. Maar aan wie hadden ze dan steun moeten verlenen? Als de Nederlandse regering Boutersen wilde toejuichen, dan moesten ze natuurlijk de mensen van Boutersen steun verlenen. Maar de Nederlandse regering wilde Boutersen weg hebben. Nu wil de Nederlandse regering Boutersen ook weg hebben, dat zegt de Nederlandse regering duidelijk. Ja, maar en dat kan alleen met steun van Amerika? Nee, niet met steun van Amerika alleen. Misschien kan Brazilië steun verlenen, maar de politieke druk die van Nederland moet uitgaan, bijvoorbeeld ingrijpen te verwachten van Amerika, maar de politieke druk die Nederland kan gebruiken om Brazilië en Frankrijk als buur, en de Verenigde Staten een toegang krijgen om een eind te maken aan het militaire gedoe. Maar dat betekent dus een militair ingrijpen? Desnoods, dat doen ze toch nu ook in Irak, ook in de Golf? Vindt u dat de weg, meneer Bouters? Dat is toch precies hetzelfde wat daar gebeurt Saddam Hussein weg te krijgen? Dat kan zomaar niet gebeuren. Maar niet zoals, zomaar. Zoals het nu gaat, lukt het niet. Op deze wijze vervalt Suriname van kwaad tot erger. De chaos daar staat voor de deur. En ik vind inderdaad dat er een stabiliserende factor moet zijn binnen Suriname. Het enige land dat die factor kan zijn en die rol kan vervullen, dat is als Nederland. Maar dat kan alleen maar onder de paraplu van een verdrag. Dat kan alleen maar na een conferentie met een legitieme regering van Suriname. En alleen dan zullen wij in staat zijn, als wij dat willen, als dit kabinet het aandurft, om op een duurzame wijze ondersteuning te verlenen bij het bestuur en bij de rechtspraak. Goed. Heren, ik wil u hartelijk danken voor deze discussie. We zijn door de tijd heen.